Er is geen sprake van een storing met het internet. Ook zijn er geen problemen met mobiel bellen via het Telesuur netwerk. Dit verzekert Frans Eersteling, coördinator Corporate Communications bij Telesuur. Wat er volgens hem speelt, is dat klanten sinds afgelopen weekend via het 4040-platform geen data kunnen activeren op hun smartphone. Volgens Eersteling is er sprake van een storing op het platform, dat het activeren van mobiele data mogelijk moet maken. Hij geeft aan dat technici van Telesuur met man en macht werken om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. De communicatiecoördinator bij Telesuur verzekert dat de klanten gecompenseerd zullen worden. De eerste actie die we hebben is dat de klanten die proberen te activeren, die kregen een sms-bericht, dat is niet eens gelukt. Vervolgens hebben we via onze helpdesk natuurlijk ook de informatie verschaft. We hebben ook nog informatie via de reguliere media verstrekt met betrekking tot die storing. Dus nogmaals, de storing zit niet op het internet, het zit bij het activeren van internet voor prepaid gebruikers. Dus voor mensen om het beter te begrijpen, als je net 1D doet of net 7D, dat bedoelt u precies? Correct. En ja, het is mooi dat we het weten, maar wat gaat er gebeuren? Want de mensen denk ik zitten te wachten van wanneer kan ik het activeren? Nou, wat we in elk geval nu al hebben gedaan is dat de mensen die nu online zijn en hun internetverbinding zo zeg maar aflopen, die mensen hebben de internet service verlengd met 2 dagen. Ze hebben dan natuurlijk ook een sms gehad om hen te informeren. En we zijn natuurlijk ook bezig met de andere groep. Hoe in elk geval de andere groep klanten die hebben aangevraagd, ook kunnen accommoderen. Eersteling geeft verder aan dat Telesuur werkt aan een structurele oplossing van het probleem. Hoewel het de eerste keer is dat dit probleem op het 4040-platform zo'n omvang had, wil het telecombedrijf voorkomen dat zulk zich herhaalt. Maar we willen in elk geval onze dienstverlening naar onze klanten toe continueren. Vandaar dat we dus in elk geval die 2 acties al hebben ingezet. En hoe lang duurt die storing al? Nou, eigenlijk dit soort storingen, want hij bouwt op. Hij is, ik dacht, zaterdag of zondag is het echt, eigenlijk kan je zeggen, bijna echt naar boven water gekomen. Dus eigenlijk vanaf het weekend. En hebben jullie zicht op wanneer dit euvel zal zijn verholpen? We hebben 2 trajecten ingezet. We hebben een structureel traject ingezet en we hebben ook een, zeg maar, een tussentijds traject ingezet. En structureel traject kan ik u nog geen uitsluitsel geven, maar over het tussentijds traject kan ik in aanval informeren dat we vandaag, vanmiddag in de vooravond al, zeg maar, de eerste resultaten moeten krijgen. En dan zullen we dan ook dat communiceren naar onze klanten toe. Aldus Frans Eersteling, coördinator Corporate Communications van Telesuur. We spraken hem in verband met de storing op het platform dat het opwaarderen van data op het mobiele toestel mogelijk maakt. Eersteling verzekert dat de storing nog deze week verholpen zal zijn.